De Tweede Kamer moet vandaag besluiten of er een schadevergoeding komt voor Q-koortspatiënten. Dat vindt de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij deed al eerder onderzoek naar de Q-koortsepidemie en concludeerde dat de overheid grote fouten heeft gemaakt. Aan deze geiten gaat het debat in de Tweede Kamer vanmiddag voorbij. Maar voor de slachtoffers van de Q-koorts is het een belangrijke dag. Tot nu toe was er geen meerderheid in de Kamer voor schadevergoeding, maar wat niet is, kan komen. En de slachtoffers vinden de nationale ombudsman aan hun zijde. Vast staat dat de overheid veel te laat, veel te traag gereageerd heeft. Men heeft de epidemie zeg maar te ver op laten komen. En als men een jaar eerder had ingegrepen, dat had geholpen. En wat ook geholpen had, was dat de mensen in Brabant hadden geweten, dit is gevaarlijk, sluit deuren en ramen, want daar ging het in feite om. Doordat dat niet gebeurde, werden er volgens de nationale ombudsman veel meer mensen ziek dan nodig. Dat schept een verantwoordelijkheid, vindt hij. Ik denk dat de Tweede Kamer deze kans moet aangrijpen om de minister op dit punt toch aan te spreken en te zeggen, u kunt niet zeggen we nemen uw belangen serieus zonder met iets over de brug te komen. Naar schatting kost het vergoeden van de schade van de Q-koortsslachtoffers tientallen miljoenen.